ik geloof dat organisaties heel goed kunnen functioneren met managers en leidinggevenden. Als ze maar samenwerken aan die cultuur van verantwoordelijkheid en eigenaarschap, et cetera. Ja. Ja, want merk je toch dat mensen gemotiveerd aan iets beginnen, dat dan toch de motivatie afneemt. Dat mensen het toch lastig vinden. Om, soms zeggen ze ook wel eens tegen mij, Kim, hoe krijg ik mijn mensen weer aan? Ja, ja. Heb jij een tip voor die managers die daarmee worstelen? Ja. Ja, de belangrijkste tip is eigenlijk weer met voorgaande van deel vragen en dilemma's en niet antwoorden. Dus trek alles in twijfel. Ja. Want een vraag activeert veel meer dan een antwoord. En de reflex vaak is als de beweging achterwege blijft of inzakt, is dat we nog harder gaan trekken en duwen en sleuren. En minder vragen gaan stellen. Terwijl de sleutel zit nou eigenlijk van, ja, maar god, maar wat is nou eigenlijk het echte probleem? En wat is hier het dilemma? En kijk, een hele vervelende vraag die ik vaak stel in organisaties en waar ik ze ook uitnodig om die wat vaker aan elkaar te stellen, is vraag je nou eens twee keer per dag af, doen we dit nu omdat het hoort of doen we dit omdat het helpt? En die vraag kun je alleen maar beantwoorden als je ook scherp hebt waarvoor je er bent, hè, wat de bedoeling is. Maar dan komen we erachter dat we heel veel dingen doen omdat ze horen en niet omdat ze helpen. En dat kan al iets heel, heel kleins zijn waarmee je een beetje losweekt waar we allemaal in vastzitten. En dat is vaak heel irritant als mensen die vragen aan elkaar gaan stellen. Ja. Maar je gaat er wel van aan. Ja. Ik heb zelf nog wel een persoonlijk dilemma. Ik stel wel vaak vragen. Maar soms krijg ik echt bijna boos. Geef me nou maar gewoon antwoord. Dan kan ik weer verder. Ja. Wat moet ik dan doen? Ja. Nou, kijk, ik chargeer even dat het alleen maar om vragen gaat en nooit antwoorden. Maar de kunst is dan om wel goed na te denken van goh, welk antwoord activeert en welk antwoord deactiveert. Of welk stukje van het antwoord helpt iemand verder. En welk stukje van het antwoord zal die echt zelf moeten zoeken. En kijk, waar het eigenlijk om gaat is van we zijn heel erg als leidinggevende heel erg gefocust op oplossingen. En oplossingsgericht en zo vinden we allemaal hele positieve eigenschappen. Maar waar het eigenlijk om gaat is het vergroten van het oplossend vermogen. En ook dat is bijna net zo'n vervelende gewetensvraag als die vorige. Hè? Dus op het moment dat je een interventie hebt gepleegd of een beslissing hebt genomen, is ook altijd een goede gewetensvraag die je zelf moet stellen. Van werk ik nou aan de oplossing of werk ik aan het oplossend vermogen? En soms kunnen die twee elkaar aan de weg zitten. Ja. Ja, en soms is de urgentie zo hoog dat er even een oplossing gegeven moet worden. En dan moet je ook geen vragen blijven stellen.